Hallo lieve ballontwistertjes. Vandaag gaan we een snoepjesstaf maken. Zoals deze. Yum, 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 yum. Lekker. Wat hebben we nodig voor een leuke snoepjesstaf? Een witte ballon, 260, die we opblazen met ongeveer een staartje van een 2 tot 3 vingers over te laten. Een roze ballon, 160, en deze blazen we helemaal op. Neem jullie ballonnen en laten we starten. We gaan van start door onze twee ballonnen gewoon samen te twisten. En dan gaan we een korte spiraal omhoog maken. Maar elke keer we onze witte en roze ballon verbinden, gaan we met de witte ballon een kleine halve draai tegen de richting ingeven van onze spiraal. Dit is eigenlijk gewoon om een goede stevige spiraal te verkrijgen. En zo ga je helemaal naar omhoog. Tot je helemaal boven bent en dan draai je opnieuw je ballonnen samen. Die maak je ook een bubbel. En de rest van de witte ballon hebben we niet meer nodig. Dus die breken we af. En knopen we dicht. Deze ballonnen gaan we, deze twee bubbeltjes gaan we gewoon pinch twisten. Ook met de witte ballon gaan we een pinch twist maken. Voilà. Zodat alles goed stevig op zijn plaats blijft, uiteraard. Mijn pinchtwist kwam een beetje los. Ola, mijn spiraaltje komt los. Dit is natuurlijk niet zo goed. Goed stevig. Goed stevig twisten is dus de boodschap, hè, vrienden en vriendinnen. Ziezo. En pinch twisten dus. En dan hebben we een leuke rechte snoepjesstaf. Maar hoe maak je nu de vorm in de snoepjesstaf? Dat doe je dus door deze te plooien. En om een leuke vorm te krijgen, plooi ik hem nog even over. Zodat ik eigenlijk een volledige cirkel krijg. En dan gewoon de ballon masseren. Een beetje kneden. En als je hem dan loslaat, krijg je een leuke snoepjesstaf. Dit is een hele leuke figuur. Vooral in de kerstperiode is deze zeer geliefd. Ik wens jullie heel veel plezier. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer, ballontwisters.